Ik probeer outside of the box te denken door niet volgens het vaste modesysteem te werken en ook niet je vaste rol als modeontwerper aan te nemen, maar met bestaande producten te werken en te kijken van waar is heel erg veel van over en hoe kan ik daar iets van maken. Duurzaam is heel breed, want ook al gebruik je wel een nieuwe stof, maar ben je een kleermaker die heel goed is in wat hij doet en heel erg de tijd neemt om iets super mooi speciaal voor een persoon te maken. Dat is eigenlijk de duurzaamste manier waarop je kleding kan maken. Duurzaamheid is heel belangrijk omdat het eigenlijk zo niet langer kan. Dat we zoveel grondstof aan het verspillen zijn en zo koprollen aan het maken zijn in de snelheid waarin we alles produceren. Dat als dat zo doorgaat, dat het denk ik heel kort maar duurt voordat de mensheid sterft of de wereld vergaat. Het zou een gegeven moeten zijn waar iedereen nu mee bezig is. Want het zou gek zijn om dat niet te doen, denk ik.